Je kijkt naar het weerjournaal van Weerplaza. De dikkere wolken liggen boven het binnenland en het oosten van het land. De opklaringen zien we in het westen klaar liggen en die opklaringen winnen terrein. Wil niet zeggen dat het helemaal droog blijft want er blijft ook een enkele bui mogelijk temperatuur in de ochtend tussen de 5 en 7 graden en er staat nog niet te veel wind, maar de wind neemt in de middag wel toe en wordt dan krachtig langs de kust uit het westen tot noordwesten. Het is wat wisselend met zonnige momenten, maar ook nog een paar buien en temperaturen van 9 of 10 graden. In de avond verandert er wat wind betreft weinig. Misschien dat hij weer ietsjes afneemt langs de kust, maar dat is niet helemaal zeker. Er blijft een bui mogelijk en er zijn opklaringen. De temperatuur in de avond 4 tot 6 graden. Morgen wordt het 7 tot 10 graden en opnieuw is het een wissel Wisselvallige dag. De zon schijnt van tijd tot tijd, maar de kans op een bui blijft. Temperaturen gaan na morgen omlaag. Dat betekent niet alleen dat de nachten kouder worden, maar ook overdag zien we lagere temperaturen, van 5 tot 7 graden uiteindelijk. Het blijft wat wisselvallig. Dinsdag is de kans op droog weer het grootst. Verder af en toe een bui en misschien dat daar woensdag een keer een wat winters karakter bij zit. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.